Welkom bij dit korte filmpje in onderzoekspraktijkum cross-sectioneel onderzoek, waarin ik zal laten zien hoe je een factoranalyse uitvoert in Jamovi. Ik heb hier alvast een databestand geopend, het databestand over leiderschapstijlen en burn-out. Als je je databestand hebt geopend, dan klik je op factor. Dat had je misschien niet verwacht, maar dat moet toch. En dan geef je aan dat je een exploratory factor analysis wil uitvoeren. Een principal components analysis is een simpeler analyse die wordt uitgelegd in het open methodologie en statistiek, het open mensboek, maar die is bijna nooit van toepassing op psychologische constructen, dus die hoef ik in principe ook niet te laten zien. Een confirmatory factor analysis is in veel gevallen heel erg nuttig, maar past gewoon niet in het curriculum, dus daar gaan we verder ook niet op in. Dus je kiest de exploratory factor analysis. Dan klapt Jamovi het dialoogje open waar je kunt selecteren welke variabelen je wil analyseren, dan kies je alle items die je wil analyseren. Dus in dit geval neem ik gewoon alle Clio items. Ik weet even niet meer uit mijn hoofd of daar nog gerecode moet worden, maar als dat moet, dan moet je dat dus doen en dan moet je de geherkoreerde versie kiezen. En dan zet je al die variabelen in de lijst. Jamovi gaat gelijk al de analyse uitvoeren, dus je ziet dat hij dat aan de rechterkant al aan het doen is. Vervolgens kies je de methode. De minimum residuals methode is prima. Afhankelijk van wat je precies aan het doen bent, kan het soms nuttig zijn, neem ik aan, om de maximum likelihood of principal access factoring methode te gebruiken. Ik heb me daar zelf nooit in verdiept, maar ik weet wel dat als er verschillende methoden zijn, die elk sterke en zwakke punten hebben, dus ik kan nu niet uitleggen wanneer je precies welke moet kiezen, maar als je dit ooit doet en het is heel erg belangrijk dat je de optimale methode kiest, dan is het slim om je daarin te verdiepen. In dit geval is de minimum residuals methode de standaard instelling bij Jamovi prima. Dat geldt ook voor de rotatie. Daar zijn een aantal rotaties voor. Varimax is een orthogonale rotatie. Die dwingt de factoren om ongecorreleerd te blijven. Dus dat betekent dat als je aanneemt op basis van theorie dat de factoren niet correleren, dan is het beter om een Varimax rotatie te kiezen. Als je aanneemt op basis van de theorie dat ze wel correleren, dan is Oblimin een goede rotatie. Promax is een variant van Oblimin die wat makkelijker te breken is. Vroeger was die heel nuttig, maar tegenwoordig hoef je die niet te gebruiken. En Simplimax en Quartimax ken ik niet precies, maar die hebben dus ook, net zoals het aantal extractiemethoden, verschillende voor- en nadelen waar je in kunt verdiepen als je wil. Als je R gebruikt, zijn er nog veel meer extractieopties en veel meer rotatiemogelijkheden. En in andere software zitten er nog weer meer. Maar het is dus allemaal niet heel relevant, tenzij je echt een speciale methode wil gebruiken op basis van je aannames of whatever. Maar dan moet je daar dus eerst even induiken. Dus je kiest gewoon minimum residuals en Oblimin. Dan vervolgens kies je hier het aantal factoren. De default hier is gebaseerd op parallelle analyse. Parallelle analyse is wat geavanceerder dan wat in het curriculum zit. Maar kort samengevat, wat hij doet, is dat hij eigenlijk random datasets genereert en kijkt hoeveel factoren hij in die random datasets zou kiezen. En dan kiest hij hier het aantal factoren wat meer is, wat beter verklaart dan die random dataset. Ik denk dat ik dat nog iets beter uit moet zoeken om het helder uit te leggen, want ik heb het ook al een tijdje geleden dat ik me daarin heb verliefd. Hoe dan ook, hoef je dat dus niet te kiezen. Dus die kun je overslaan. Dus geef je aan of dat je een bepaalde eigenwaarde als grenswaarde wil gebruiken. De default is dan 1, omdat je dan factoren kiest die minimaal 1 item aan variantie verklaren. Maar je kunt natuurlijk ook hele goede redenen hebben om iets anders te kiezen. Of je kiest een fixed aantal factoren, wat natuurlijk vaak het geval is als je op basis van theorie redenen hebt om aan te nemen hoeveel factoren er zijn. In de praktijk, als je een meetinstrument wil gaan toepassen, dus je doet bijvoorbeeld een pilotstudie of je hebt misschien die niet kunnen doen en je hebt al data verzameld en je moet verifiëren of je meetinstrument goed is toegepast, kies je altijd een fixed number in principe. Want dan vergelijk je je factorstructuur met factorstructuren uit eerder onderzoek. Die bovenste twee gebruik je dus alleen maar als je een meetinstrument aan het ontwikkelen bent en als je dus nog moet kijken hoeveel factoren eruit gaan komen. Nou, in dit geval kiezen we hoeveel factoren. Nou, we kiezen 2 factoren, want voor het proces maakt het niet uit. Ik weet niet meer precies hoeveel de Clio er had, maar nou ja, je kiest dus het aantal factoren dat je wil hebben. Dit zijn 2 checks van aannames, die vallen ook buiten het curriculum, dus daar ga ik nu ook niet op in. Het is handig om niet
geen factorladingen te verbergen, zodat je alles ziet. Dat komt omdat als je wel factorladingen verbergt, je moet rechtvaardigen waarom de cut-off waarde die je kiest een terechte cut-off waarde is. Die standaard van punt 3 moet je dus ook rechtvaardigen, ook al hanteer je die, want die is niet natuurlijk in elke situatie optimaal. En hiervoor geldt in principe hetzelfde als voor andere statistische analyses. We volgen daarin de suggestie van de American Statistical Association om geen cut-off waardes te gebruiken, omdat die factorladingen van steekproef tot steekproef natuurlijk anders gaan zijn. Dus een factorlading die nu punt 31 is, die kan zomaar de volgende keer punt 29 zijn. Het is dus een beetje vreemd om net te doen alsof de waarde die hij nu toevallig heeft gekregen opeens heel bijzonder is en rechtvaardigt dat die helemaal niet meer zichtbaar wordt. En vervolgens kun je hieronder aangeven wat je verder nog wil hebben. Dus je kunt bijvoorbeeld een screenplot bestellen als je wil, of de correlatie tussen de factoren, of de samenvatting. Dan krijgen we de proportie verklaarde variantie. Nou, ik vink gewoon even alles aan hier. En dan klap ik het dialoogje weer weg, want dan kan ik de output wat groter maken. Dan krijgen we hier de factorladingen op die twee factoren. Daar kun je naar kijken om te kijken binnen welke factor elk item laat. En hier staat de uniqueness. Dat is dus dat deel van het item wat niet verklaard kan worden met die twee factoren. Dat is dus de unieke bijdrage aan de variantie van dat item. Hier staat hoeveel variantie wordt verklaard door elke factor. Dus deze twee factoren samen verklaren bijna de helft van de variantie in de dataset. Want cumulative betekent opgeteld, zoals je als het goed is nog weet van inleiding data-analyse. Dus dat betekent dat 45% is wat ze samen verklaren. En dit zijn de corresponderende eigenwaarden. In dit geval verklaart die tweede factor dus maar heel weinig in vergelijking met die eerste. Hij heeft wel duidelijk nog een eigenwaarde ver boven de 1, maar het verschil is wel echt heel groot. Ze correleren bijna niet, die twee factoren. Dus dat betekent dat je afhankelijk van de theorie zou kunnen overwegen om een Varimax-rotatie te gebruiken. Hier zijn de fit-indices. De RM-SEA is een soort van... Daarvoor geldt in principe hoe lager, hoe beter. Er zijn verschillende richtlijnen voor. Ik ga er zelfs niet eens de meest gebruikte noemen, want die moet je in principe toch niet gebruiken. Maar die zijn dus wel heel handig als je verschillende modellen wil vergelijken. Dus als je een 2- en een 3-factormodel wil vergelijken, dan zijn die fit-indices handig. Hier op het eind test je het model, dan kijkt hij of dit model beter verklaart dan een leeg model, dan helemaal random. En dat doet hij. Dat is ook wel logisch, want die twee factoren die verklaren bijna de helft van de variantie. En hier zijn alle eigenwaarden in het model en die staan dan hier in de screenplot grafisch weergegeven. En dat is het voor factoranalyse. Dan komt het natuurlijk aan op de interpretatie. En daar ga ik in een volgend filmpje op in, omdat het tegelijkertijd over itemanalyse en over factoranalyse gaat. Dus dan ga ik in op wat je eigenlijk doet als je als je de validiteit wil verifiëren. En de factorstructuur die je vindt is niet precies hetzelfde als wat in eerder onderzoek is gevonden. Maar voor nu, dit is dus hoe je een factoranalyse uitvoert in Jamovi.